is de laatste zaterdag van februari. Leuk dat u kijkt naar het weekoverzicht van U Vandaag. Met daarin de belangrijkste gebeurtenissen van dag tot dag. Zoals de uitgebreide zoektocht naar de vermiste Amersfoorter Hanno van Mil. Foute huisjesmelker intimideert en bedreigt zijn huurders. Maar we beginnen met de veelbesproken taxiritjes van Uberpop. De omstreden taxiservice Uberpop is nog maar een week actief in Utrecht en het gaat nu al mis. Utrechtse chauffeurs met vergunning bestelden een ritje. Toen de Ubertaxi aankwam, werd hij klemgereden. Uberpop-chauffeurs rijden zonder vergunning en zijn veel voordeliger. Chauffeurs met vergunning vinden dit oneerlijke concurrentie en lieten daarom vanmorgen de Uberpop-auto in de val lopen. Hij oogt ontspannen, maar deze chauffeur van Uberpop kan geen kant meer op. Klem gezet door boze chauffeurs die wel met vergunning rijden. Ja, dit is gewoon, dit is gewoon belachelijk. Dit is gewoon crimineel en oplichterij is het gewoon. De chauffeurs met vergunning zijn woedend, omdat ze de goedkope taxidienst van Uberpop zien als broodroof. Via de app van Uberpop bestellen de boze chauffeurs vanmorgen een taxi op het Moreelse Park, waarna de chauffeur wordt ingesloten. Laat het een voorbeeld zijn voor Utrecht. Het is de eerste en wie weet houden we dit wel heel lang vol. Maar je kunt hem gewoon via de app bestellen, komt hij naar je toe rijden en dan kan je hem vastzetten en dan bel je de politie. De politie komt even later ook en noteert de gegevens van de man. De chauffeur van Uberpop wil niet voor camera reageren, maar zegt tegen RTV Utrecht niks verkeerds te doen. Daar denkt de taxibranche in Utrecht toch echt anders over. Uberpop moet gewoon stoppen. Het kan gewoon niet. Het is gewoon crimineel. Het is verboden en de politie doet er niks aan en de regering doet er niks aan. Nou, dan doen we het zelf wel. Binnenkort zullen er ook officiële controles worden uitgevoerd. Maar dat is nog een lastige klus, omdat de Uber-chauffeurs in gewone personenauto's rijden en dus niet zo snel herkenbaar zijn. De Utrechtse serieaanrander is veroordeeld tot 6 jaar cel. De man sloeg 1,5 jaar geleden meerdere keren toe in de binnenstad. Hij bedreigde vrouwen met een wapen en dwong ze tot seksuele handelingen. De 40-jarige Nieuwegeiner maakte zeker 3 slachtoffers. De schrik zat er destijds goed in en veel vrouwen in Utrecht durfden niet alleen over straat. Ruim een jaar lang is Utrecht in de ban van een serieaanrander. Zeker 3 keer zijn jonge vrouwen het slachtoffer. In juni 2013 trekt de man een vrouw een steeg in en dwingt haar tot seksuele handelingen. Eind 2013 is het weer raak, dit keer op de Kerkstraat. In juni 2014 is het derde slachtoffer aan de beurt op de Drift. Het zorgt voor onrust onder studenten. Daarom willen we ook mensen daarvoor waarschuwen. Hè. Je hoeft niet echt meteen bang te worden. We willen het wel naar buiten brengen, want we zijn natuurlijk druk bezig met het onderzoek. Maar ja, wel je verstand gebruiken, dus zo s'nachts en s'avonds laat. Probeer samen met iemand te fietsen bijvoorbeeld, hè, en ga niet alleen over straat. Het is oktober 2014 als de 40-jarige Nieuwegeiner Eduard M. in beeld komt als verdachte. Dat gebeurt op basis van DNA-sporen. En dat heeft uiteindelijk resultaat opgeleverd. Er is een familielid gevonden in de databank van deze man. En dat heeft geleid tot zijn aanhouding afgelopen vrijdag. De officier eist tijdens de zitting 2 weken geleden 8 jaar cel. Ondanks dat er 8 jaar cel was geëist, neemt justitie dus genoegen met 6 jaar. Dat kan ermee te maken hebben dat Eduard M. een blanco strafblad had. Hoe kan de omstreden huisjesmelker Marcel van Hooijdonk worden aangepakt? Dat is de vraag waar de politiek zich nu mee bezig moet houden. Van Hooijdonk staat al langer slecht bekend. Zo zou hij zijn huurders bedreigen en intimideren. In Nieuwegein dreigen tientallen huurders op straat te belanden, omdat hij niet omkijkt naar de brandveiligheid. En ook in Overvecht zijn huurders het gedoe met hun huisbaas al veel langer zat. De inmiddels beruchte huisbaas van Hooijdonk kwam voor het eerst in het nieuws met een pand aan de Witte Vrouwensingel in Utrecht. Klagende bewoners werden bedreigd met boterzuur. De afgelopen dagen is er veel te doen rond verschillende panden in Utrecht en Nieuwegein. Huurders klagen over schimmelplekken, lekkage en brandonveiligheid. De bewoners zijn radeloos. Mijn bloed kookt gewoon ervan. En ja, ik moet op mijn woorden letten, want ik heb. Maar ja, ik vloek wel echt van binnen. Het is echt. Kwaad word ik ervan. Daarom moet er landelijk worden ingegrepen, volgens de Utrechtse wethouder Paulus Jansen. We zijn bezig om met de andere gemeenten, hij werkt ook in Amsterdam, Breda, Rotterdam, Den Haag, om met andere gemeenten om tafel te zitten van wat is de gemeenschappelijke lijn en wat kunnen we doen om samen te werken. Misschien in voorkomende gevallen gezamenlijke actie ondernemen. Eenzelfde lijn ten aanzien van bestuurlijke boete. En dat geldt ook niet alleen voor meneer Van Hooijdonk, maar ook voor de conculega's die zich hetzelfde gedragen.
Kortom, iedereen die over de schreef gaat, die kan verwachten dat hij wordt aangepakt. Het blijft dus nog lastig om dit soort huisjesmelkers aan te pakken. Politieke partijen in Utrecht willen actie. Het CDA heeft daar het volgende op bedacht. Strenger handhaven met hoge bestuurlijke boetes, dwangsommen. Controleer ook vaker de huizen die bekend zijn als zijnde eigendom van de huisjesmelkers, ook als die van Hooijdonk. Ga er achteraan, zit ze op de huid, maak het ze moeilijk en dan roken we de huisjesmelkers uit onze stad. Donderdag is de politie de hele dag in grote getale aanwezig in de bossen bij Driebergen. Met paarden, camera's en GPS-systemen wordt opnieuw gezocht naar de vermiste Hanno van Mil. Al 10 maanden heeft niemand meer iets van hem vernomen. Zijn familie zit nog altijd in grote onzekerheid. De politie hoopt op sporen en aanknopingspunten. Op 13 april vorig jaar wordt op de parkeerplaats bij de piramide van Austerlitz de auto gevonden van Amersfoorter Hanno van Mil. Een dag eerder vertrekt hij naar zijn werk, maar daar komt hij nooit aan. Vanmorgen verzamelt de politie zich aan de Traai in Driebergen. Hemelsbreed 1,5 kilometer van de plek waar de auto van Mil stond. Het is een gebied van ongeveer 2 bij 2,5 kilometer wat we nog gaan doorzoeken. En zo hopen we het gebied helemaal in kaart te kunnen brengen. En natuurlijk uiteindelijk hopen we hem te vinden. Er wordt gezocht met 9 politieruiters die met hun paarden in linie lopen. Op hun hoofd hebben ze een camera die rechtstreeks beeld doorzendt naar deze vrachtwagen van de politie. Daar wordt meegekeken of er in het landschap sporen of afwijkingen zijn. Volgens de politie is het niet zo dat er nu een tip is binnengekomen die direct uitgezocht moet worden. De zoektocht is vooral bedoeld om uit te sluiten dat Van Mil in dit gebied is. Wat we gedaan hebben, althans het cold case team in Nederland, die heeft alles nog eens op een rijtje gezet. Bijvoorbeeld hebben we nog digitale sporen, financiële sporen. Nou, niet veel sporen hebben we nog kunnen vinden van hem. Een van de dingen die we nog in kaart hebben gebracht, waar is nu de afgelopen tijd gezocht, door wie is er gezocht en hoe is er gezocht. Nou, er kwamen een aantal gebieden uit, waaronder dit gebied. Een woordvoerder van de familie is vandaag ook aanwezig bij de zoektocht. De familie van Hanno van Mil is blij dat er nog altijd gezocht wordt. De politie houdt de familie heel goed op de hoogte. Er is contact over wat alle mogelijkheden zijn. Ze zitten regelmatig met elkaar om tafel. En de familie is heel blij dat er zo serieus wordt gekeken naar deze zaak. En hoop heeft de familie ook nog altijd. Al blijft volstrekt onduidelijk wat er nou met hem is gebeurd. Alle scenario's staan nog open. En er is hoop dat het nou misschien vandaag een aanwijzing oplevert voor een scenario. Ja, de zoektocht heeft helaas niks opgeleverd, maar de politie heeft wel al een aantal dingen kunnen uitsluiten. De zoektocht naar Hanno van Mil gaat volgende week verder, ook weer in de bossen bij Driebergen. Ter nagedachtenis aan de 11-jarige Laurum van Vliet wordt er dit weekend een hengelsportzaak geopend in Houten. 2 jaar geleden overleed Laurum aan een zeldzame vorm van kinderkanker. Vissen was zijn grote passie. En daarom hebben familie en visvrienden van Lauren alles op alles gezet om deze winkel te openen. Daar maken die jongens zakjes van. Die doen ze aan de haak. Ja. En dan kan je dus heel klein voer op een grote afstand brengen. Gelukkig is daar visvriend Jonny. Want zelf weet Leo eigenlijk niks van vissen. Toch opent hij zaterdag zijn eigen hengelsportzaak. Zijn zoon was er helemaal gek van. En dus heb ik wel wat van vissen meegekregen. Ik ben zelfs ook zelf gaan vissen in Frankrijk. En dat was heel leuk om te doen, maar ik zal nooit een echte visser worden. Als Lauren 2 jaar geleden aan kanker overlijdt, is zijn familie er kapot van. Om de herinnering aan de 11-jarige jongen levend te houden, besluiten ze zijn droom waar te maken. En als je niet uitkijkt, dan praat niemand meer over Lauren. En wellicht wij over een tijdje ook veel minder. En dat is niet wat ik wil. De passie van Lauren was vissen. Van zijn grote visvriend Jonny de Bie leerde hij de kneepjes van het vak. En dan zie je eigenlijk iemand van 55 met zo'n kereltje van 11 jaar en die alle twee dezelfde hobby delen. En hij was gewoon goed in vissen. Hij wist een hele hoop. Hetgene wat hij niet wist heb ik hem verteld. In de winkel zijn veel vrienden en familie van Lauren druk bezig met de laatste klusjes, zodat de winkel over een paar dagen open kan. Leo is trots op de winkel en denkt dat zijn zoon dat ook zou zijn. Ja, hij vindt het prachtig. En het kan ook niet anders. Het is helemaal in zijn stijl. Overal in de winkel staan dingen die te maken hebben met Lauren. Foto's en ook zijn visspullen. Dat is zijn tent, dat is zijn stretcher, dat bed waar hij op geslapen hebt. Zijn eigen hengels, zijn rotpot en zijn boot. En onthakingsmaat, schepnet. Jonny zal de klanten in de winkel gaan helpen en adviseren, zoals hij dat ook altijd bij Lauren deed.
En wie weet kan hij van Leo ook een echte expert maken. Ik probeer van Leo toch nog zo te krijgen dat op een gegeven moment over een jaar of zo, dat hij van alles toch wel een hele hoop af weet. Als hij dat zou willen. Ik moet zeggen dat als ik op zo'n groot meer aan het vissen ben en ik heb gelukkig backup bij me die me kan helpen met het maken van mijn onderlijntjes en dergelijke en we vissen op karper. En die piepers gaan af. Nou, ik weet niet of je dat wel eens meegemaakt hebt, maar dan giert de adrenaline door je lijf. Al een klein beetje aangestoken door het visvirus is Leo dus wel. Misschien had Lauren het dan toch niet van een vreemde. Ja, en de officiële opening van de hengelsportzaak is dus vandaag in Houten. Gaan we verder met het weer. De dag begint zonnig. Tijdens de middag neemt de bewolking toe. Er staat een matige wind en het wordt maximaal 8 graden. Tegen de avond gaat het regenen en dat gaat 's nachts ook door. Het koelt af naar zo'n 5 graden. En dan morgen, de dag begint grijs met regen. Het wordt maximaal 10 graden. Later in de middag komt de zon even tevoorschijn. Maar aan het einde van de middag helaas opnieuw kans op een bui. We zijn aan het einde gekomen van het weekoverzicht van U Vandaag. Vanmiddag om 5 uur kunt u kijken naar een nieuwe uitzending. Dan met mijn collega Suzanne Lesquier. Ik wens u een heel fijn weekend verder. Dag.